Geert Velders woonde oud-premier Joop den Uyl tot zijn dood in 1987. 4 jaar later, toen ook zijn vrouw stierf, werd het pand verkocht. Maar de huidige eigenaren zijn er nooit ingetrokken. De krakers zijn nu in het pand getrokken omdat zij het onbegrijpelijk vinden dat een woning zo lang leeg kan staan. Floradorp.